En nou begreep ik dat het erover gaat van dat wat ik ben doorschijnt door de persoon. Dat is een manier van zeggen. En mijn vraag is van hoe pak ik dat aan? Door er zoveel mogelijk in te verblijven. Dan gaat het ons veranderen van binnenuit. Dus eerst is het iets wat ontdekt moet worden, zeg maar, dat het er is. En dan proberen we ons daarin te stabiliseren en op een gegeven moment loop je daar de hele tijd in rond, om het zo maar te zeggen. Nou, kom jongen. Goed zo. En normaal gesproken lukt dat aanvankelijk het best als we alleen zijn en ongestoord. En op een gegeven moment wordt het de gewone standaard setting. En dan is het er ook, zeg maar, in de interactie of als we aan het werk zijn of whatever. Dan is het gewoon de hele tijd daar. Ja. Nou, dat verandert dan wel, dus dan als het dan in de hele tijd aanwezig is. Ik merk wel dat het wat verandert in de meest directe relaties om me heen. Sure. Oké. Okay. Het verandert alles. Ja, het verandert alles. En niet iedereen zal dat op prijs stellen. Nee, nee, dat merk ik heel erg. Ja. Ja, ik heb mijn vriend is in zijn laatste levensfase. Hij is eigenlijk al 4 jaar bezig, maar het duurt heel lang. Get on with it. Ja. En nu nog meer dan ooit begint hij, wil hij sprookjes horen. Oh. Waarheid is zoveel fijner dan sprookjes. Yes. Maar dat is bij hem niet zo. Dus dat is best lastig. Ik merk het ons. Mm-hmm. Yes. Dus het ontslaat ons ook niet van uitdagingen. Dus we have to figure it out. Dus een deel van als dat gebeurt, is wordt zeker afhankelijk besteed aan het opnieuw leren navigeren met dingen. Want voorheen kon je je daar dan makkelijk overheen zetten en dan geef je een of ander lulverhaal. Weet je wel, op een gegeven moment gaat dat niet. En dan wil je ook niet per se iemand voor het hoofd stoten, maar je kunt ook niet afwijken van wat juist of waar is. Dus dat is interessant. Ja, en ik merk dat ik best wel soms een beetje pinnig reageer. Wat helemaal niet is omdat ik een ander wil kwetsen. Maar ik denk, los het zelf even op. Of onderzoek het zelf even. Doe je ding. Doe je eigen ding. En natuurlijk is er nog het gegeven van, omdat hij dat steeds wil horen, gelooft hij er eigenlijk niet in. Want als iemand overtuigd was van, nou, dan ga ik naar de hemel en dan zie ik al mijn vrienden. Want ze denken dan altijd dat hun vijanden daar niet zijn. Dat is ook zo geestig. Als iemand er echt in gelooft, dan hoeft hij dat niet te horen, want dan gelooft hij dat al. Dus daarom zeg ik altijd dat de meeste gelovigen geloven dat ze geloven. But they don't. Ja. Bovendien, als je er niet bent, is er geen probleem. Dus ik snap dat mensen opkijken tegen een pijnlijk einde. Maar dood zijn shouldn't be a problem, want het kost geen moeite. Nou, er is nog iets, maar dat vind ik, dat kan ik gewoon, dat durf ik niet echt te zeggen. Maar ik heb het niet alleen met hem, maar ik heb het echt met iedereen. Als ik mensen die ik heel erg lief heb, als ik ze nooit meer zou zien, is het ook oké. Ja. Meer is niet beter. Het wordt niet meer liefde of zo. Bovendien, als je iemand niet te vaak ziet, irriteren ze je ook minder. Dus ik ben ook heel goed in lange afstand liefde. Ja. Oh. Hier was nog iemand iets. Ja. Ik had een vraag over, als je in je bent verblijft. Ik zelf heb het idee, ik weet niet of het klopt, dan voelt altijd een soort van ontspanning in mij. Ja, uiteraard. Dat is dan altijd zo? Of Het is normaal ontspannend, omdat we meestal in de ik-modus zitten. En die is vanuit zichzelf stressvol.
Dus op het moment dat we onze aandacht verplaatsen naar zijn, om het maar zo te zeggen, dan doet dat lichaam altijd... Ja, precies, al je spieren voel je gewoon... Yes, of course. Ja. Want je keert terug naar een oorspronkelijke toestand. Ja. Dus daar is een bijeffect ervan. Het is niet het ding zelf. Ja. Oké. Yes, good. Het woord boos zit een beetje, zit in me, dat wil ik eigenlijk, ja. Boos? Boos. Oh, leuk. Ja. Het weerhoudt me soms om te zien. Omdat je boos bent? Ja, dan stijg ik naar mijn gedachten, dan ga ik denken en dan ga ik niet meer kijken. Ja, uiteraard. Dat is volstrekt natuurlijk. Ze hebben onderzocht dat mensen die boos zijn, die horen niks meer en die gaan loopen. Dus dat is gewoon inherent aan de toestand van boosheid, dat we niks meer horen, dat we niks meer zien. Dat we niet werkelijk kunnen nadenken, we kunnen alleen herkauwen wat we al vonden. Dat hoort bij die toestand, dus je bent perfect in orde. Ja. Wat wel kan, maar niet op dat moment zelf, is kijken hoe die boosheid zich opbouwde en wat er voor nodig is om hier of daar boos over te zijn. Als daar interesse in is, dat kan erg interessant zijn. Want soms is boosheid gewoon totaal op zijn plek. Dus ook daar weer, niet ervan maken dat boosheid altijd slecht is. That's not. Alleen als we vaak boos zijn, is er iets aan de hand. En als we steeds om hetzelfde boos worden, is het misschien een uitnodiging, of kan het zo worden opgevat, om daar eens even goed naar te kijken. Hoe we dat in elkaar zetten. Want mensen denken vaak dat, en ineens was ik boos. Nope. Het begon met een kleine wrevel. En dan kwam er nog iets bij. En dan begonnen we iets nog daaraan toe te voegen. Halen we uit het geheugen en we build it up. Soms zijn we daar zo goed in geworden, of zijn we zo onbewust dat het lijkt alsof nou, alles was koek en ei en ineens was ik razend. Nope. Ik vind het een fijne emotie, omdat het kan ook aangeven van oké, hier klopt iets. Zeker, of het kan je activeren, het heeft een activerende energie om iets te doen. En soms is dat heel goed. Als het daar niet blijft hangen. Want daar heb je ook, van die lui, die zijn gewoon permanent kwaad, alleen ze doen niks. Dat vind ik wel een slap gedoe. Overal kwaad op, maar nergens naar kijken. Ja, laatst zat ik dus ook weer in een scène met acteren en dat ging dus over dat trauma. En toen moest ik beslissen of ik iemand die dat had gedaan ging neerschieten of niet. En dat was echt in het moment kijken van mm-hmm. Ja, en? Niet, nee, ah. Maar wel, nu rust te stellen. Was wel ik had echt zo de pistool vast en er was een enorme drang om hem te pistolwippen zo. Oh ja, dat kan ook. Uiteraard knieschuiven. Niet gedaan. Nee, gewoon echt zo in het gezicht zo. Maar ik zou hem neerschieten, maar nee dus. Oké. Okay. Nee. Leuke acteerschool. Ja. Ja, de soep wordt nooit zo heet gegeten als die wordt opgediend. Tenzij je heel snel bent. Ik ben laf en traag. Ik eet mijn soep het liefst lauw. Ja, ik ook.
dat woordje boosheid. Twee kleinzoons van ons, 10 en 11. Ze zijn heerlijke gasten, maar soms kunnen ze heel vervelend zijn. Soms kan ik wel eens kwaad worden, dan blaf ik op mijn manier. Dan, wow, opa, ja, even met mij geen geintjes uithalen, klaar is klaar. Maar het mooie vind ik is, dan heb ik het over datgene wat ze doen. Oh, sure. En zo kijken ze ook naar mij, want laten we zeggen, een paar minuten later, nou ja, oké, 10 minuten later, dan houden we hier van elkaar en is het voorbij. En dat vind ik fascinerend. Dus ik ben niet kwaad op hen als mens, als persoon, maar wat ze gedaan hebben. Ja, sure. Ja, en dat vind ik ja, heerlijk om ontdekt te hebben. Dan denk ik, ja, dit is dus ook mogelijk. Wow. Ja, sure. En daar hoeven we dus ook niet zo bang van te zijn. Nee, helemaal niet. Dan is het ook heerlijk en dan kan je gewoon open en bloot zijn zoals je op dat moment bent. Ja, klaar. Ja. Ik hou ervan. Uiteraard. Man, dat is dan zo lekker. Dan hou je zo. Maar in het begin dacht ik van, hé, hey, kan dat nou? Hey. Ja. Zijn ze het vergeten? Hebben ze geen hekel aan? Nee, joh. Opa, dan komen we weer. En waarschijnlijk wisten ze donders goed wat ze aan het proberen waren. Ja, want ze willen hun wil uitproberen. En dat mag ook. Ja, uiteraard. Dat moet. Ja. En dus mogen het ook een beetje oprekken. Dat mag ook. Ja. En dan merken van, oké, ja, tot hier en niet verder. Ja. Dat geeft heel veel rust in de hut. Sure. Heerlijk. En na een tijdje proberen ze iets anders. Uiteraard. Dan gaat het tijdje goed en dan gaan ze weer pushen. Het is fine, het is fine. Dan is het een spel. Yes, dat wou ik net zeggen, that's the game. Ook, dan mogen ze ook gewoon zijn zoals ze zijn. Natuurlijk moeten ze uitproberen. Ja. Ja, nee, dat is vooral de lievertjes en de familie, daar moet je voor uitkijken, want daar gaat het niet goed mee. Right. Ja. Toch? Yes. Is die ook in de gaten? Ze mogen wel lief zijn, maar niet alleen maar. Voilà. Yes. Ja. Cool. Het is een heerlijke ontdekking. Heerlijk. Ja. Boos zijn zonder gevolgen. Yes. Mooi. We dachten net dat het echt heel grappig is dat we allemaal zo ontzettend zijn opgegroeid en opgeleid met het idee dat meningen en overtuigingen een soort intrinsieke waarde hebben. Een soort fundamenteel tastbaar iets of zo. En dat het allemaal niet zo blijkt te zijn. Dat dat ook gewoon eigenlijk totale vrijheid geeft. Want dan, yes. Dan kun je dus ook gewoon... Nou ja, dan wordt iets belangrijker of niet belangrijker, dan kun je daar naar handelen of niet naar handelen. Dan kun je al je overtuigingen eigenlijk ook gewoon weer verspiegelen en weer opnieuw bekijken. En dan kun je nog eens een keer change your mind. Dat is ook niet zo erg. Dus het heeft ook te maken met in hoeverre mensen zich identificeren met zo'n opvatting. Ja, precies. Weet je wel? En als je het er dan niet mee eens bent, voelen ze dat als een persoonlijke aanval. Ja, dat is heel erg van individualisme. Ja, ik heb deze mening, dus die is belangrijk. Ja, en dat is een deel van mij. Ja, precies. Ja. Als je daar tormt, dan raak je iets in mij. Ja, dan trap je op mijn niet bestaande ziel. Ja, dat geeft zoveel rust als je dat eenmaal zo je echt innerlijk maakt. Van dan kun je ook heel veel situaties kunnen denken van, oh nou ja, dan is het ook niet zo erg. Dat is wel, ja. Of, oh ja, zo kun je het ook zien. Ja. Ook goed. Ja. Ik kreeg moeite met mijn ex-baas toen ik op een gegeven moment doorkreeg van, hij gelooft alles, of hij gelooft dat alles wat hij denkt, dat dat waar is. Dat begon te botsen. Ja. En als je dan zei van, ja, volgens mij geloof jij alles wat je denkt. En dan wordt er gekeken van, natuurlijk, waar heb je dat voor? Ja. Hé? Waar je dan? Oké. Dat klinkt als jouw vader, Kasia. Ja, dat ik
Ik wist niet dat hij jouw baas was. Oh, oké. Okay. Ja, ik denk niet, nee. Nee, ik ken zijn thuis situatie ook. Nee. Als ik dat zo hoor, dan geldt die verlangenloosheid vooral de uitkomst. Ja, niet hechten aan het resultaat, ja. Dus het wordt meer een soort van, je doet iets en het zou mooi zijn als dit eruit komt. In plaats van het moet zo worden. Dus dan is het, zei ik wel eens, van het gaat van een eis naar een wens. Ligt dan het verschil tussen onverschilligheid en iets anders? Het raakt aan onverschilligheid, alleen onverschilligheid is een soort gevoelloos. En een soort defensie. Een soort van, het maakt mij niet uit. Maar een soort onderlaag waar ik altijd tevreden ben. Je kan me ieder moment van de dag vragen, gaat het goed? En het gaat goed en dat meen ik echt. Ja, cool. Als het onverschilligheid is, dan is het niet iets wat ik ambieer. Maar ik vind het heel moeilijk van mezelf te zien waar dat dan stopt en waar dat andere begint. En toch kom ik niet per se te zien, te voelen waar dat kantelpunt ligt. En dat vind ik moeilijk. Nee, als het heel dicht bij elkaar ligt, dan kun je dat ook niet. Maar als je het wat extremer maakt. Een onverschilligheid heeft dus heel erg met een gevoelloosheid of een bijna levenloosheid te maken. Nee, dat is anders. Is dat een antwoord? Als dat er is, dan, ja, dan is het onverschillig. Oké. Dus dingen zijn inderdaad een matter of gradation. En soms kunnen we het niet zo goed voelen als het juist is ingesteld. Maar als we het iets overdrijven, een of andere kant op, gaan we vrij snel merken wat het is. Dus ik noemde het wel eens een hogere onverschilligheid. Omdat iets fijn of erg vinden, daar heb ik nog altijd een belang bij nodig. Dat wat ziet, heeft geen belang. Dus je zou dat onverschillig kunnen noemen, maar het is niet gevoelloos, want het ervaart alles onmiddellijk. Er zit geen nee in. Terwijl als een persoon zegt, het laat me koud, dan zit daar een wegduwneiging in. Nou, dat wegduwen vanuit die hogere onverschilligheid is er niet. Het is geen defensie-idee. De hogere onverschilligheid. Ja. De lagere onverschilligheid. Ja, die wel. Yes, yes. Dus het is een soort defensiestructuur en een soort cold-hearted stuff. En meestal klopt het helemaal niet, want mensen doen alsof het ze niet interesseert. Dus ook daar weer zeg je I don't care, maar het feit dat je dat zegt. Het is altijd verdacht, ja. Zeker in die formulering, want een ik cares altijd over dingen. Zij het dit of dat. En uiteraard zijn we er allemaal meesters in als mensje om voor allerlei dingen weg te kijken. Ja, en aan de ene kant is dat zeer begrijpelijk, want je kunt moeilijk de hele wereld op je bord leggen. Weet je wel, waarbij er nog een heleboel dingen zijn waar je weinig mee kan. Maar de mechanismes die plaatsvinden, of dat nou hier is of elders, die kunnen we wel meenemen in ons bestaan. Want we kunnen gewoon mekkeren over van wij zijn tegen agressie. Soms zijn we dat zelf ook. Dus dan kan ik daarnaar kijken. En weer van, maak er niet van, agressie is altijd slecht, want dat is niet waar. Het is weer van te kijken wanneer en hoe en in welke mate. Is het proportioneel of niet? Weet je wel, dat soort dingen. Ja, dat zijn dingen die spelen bij iedereen een rol. In een gezin of werksituatie kunnen ook power struggles zijn. En het is dan nog geen oorlog, echt. Maar het zaad zit er al in. That's interesting. Daarna, toen we het erover hadden, kwam er nog iets in me op. Mijn leven, ik vind het makkelijk. Er gebeurt nog steeds van alles en alles in het leven, maar daar kwam weer, ja, maar dat is ook gemakzuchtig.
Is dat, ja. Want het moet moeilijk zijn? Weet ik niet, ja. Goed. Ik denk dat we blij mogen zijn als het een tijd lang goed gaat en ons altijd realiseren van het ergste moet nog komen. Dus, weet je wel, enjoy. Dus dat is ook een notie waar wij wijdverbreid een idee hebben dat het de hele tijd lastig moet zijn. En ook bijvoorbeeld in die spirituele context, dat er niet ook vreugde in zit. Of, ja, maar dat zit er zeker in. Maar, het kwam voornamelijk uit die onverschilligheid waar ik op zoek ben naar. Ja, hoe houdt zich dat? Als, en zoals je het net zei, van er is een onderstroom waar het gewoon altijd oké is. Ja, dat is zeer herkenbaar. Weet je wel, dus ik denk dat natuurlijk is. Ja, ja. Dus daarom, als iemand vraagt, gaat het goed? Dan denk ik, ja. Ja. Ik zou ook niet weten wat ik anders moet zeggen. Nee. En natuurlijk, je kunt allemaal over dingetjes hebben, maar het wordt dan ook weer zo snel, ja, ik dit, ik dat. En dat vind ik niet zo interessant. Bovendien, ik weet al hoe het met mij is, dus om dat nou de hele tijd te moeten vertellen, vind ik ook niet zo boeiend. En basically, die compleetheid is gewoon compleet. Wat er ook gebeurt. Dat onderliggende of whatever hoe je dat noemen wil, dus it's fine. Ik vind het heel herkenbaar wat je zegt. Als alles altijd oké is, dat het bijna verdacht wordt dan. Ja. Nou ja, het is toch... Ja. Ja, als ik ga twijfelen, van ben ik dan wel goed bezig? Moet het niet moeilijker worden? Ja, het is zo makkelijk. Ja, well, good for you. Er zijn er zat die het heel lastig hebben, dus dat is oké. Ja, dat denk ik ook. Dat is ook vaak met eigen aandeel. En sommigen hebben gewoon pech. Ja, er zit misschien ook iets in van dat hetgene wat je koestert, dat het oké is dat het op ieder moment afgenomen kan worden of weg kan. Ja, dat volgt uit waar we het in het begin over hadden. Alles is wordend of veranderlijk. Dus ik zie alles als een fase. Waar wie ook in zit, inclusief dit ding. Weet je wel, er is een opeenvolging van fasen. En soms heb je fasen die gewoon erg prettig verlopen. En dan weer dat het wat minder leuk is misschien. Maar that's all natural. En er is nog een ander dingetje, dat heb ik wel eens eerder gezegd. Van, als we kijken naar de personality traits en dat soort zaken. Sommige mensen die zijn gewoon ingesteld op een 7. Dus die voelen zich altijd ongeveer op een schaal van 0 tot 10, 7 tevreden. Anderen zijn ingesteld op 4. En dat kan dus een 5 worden of een 3. Maar veel meer rek zit daar niet in. Dus die kunnen doen wat ze willen. En ze kunnen de liefste partner hebben en het meeste geld. En de grootste inzichten. En ze zullen toch rondlopen met van... Ja... Yeah. En een ander die had misschien helemaal niks en die heeft niet eens inzichten enzovoorts, weet je wel. En die loopt gewoon rond van, ja, leven is mooi, man. ja, daar doe je weinig aan. Maar is dat dan niet iets van de persoonlijkheid? Yes, of course, van het organisme. Het zijn gewoon de fabrieksinstellingen, zeg maar. En dat is dus grappig, vind ik, dat soort kennis. Want wij denken allemaal van dat het heel privé is en al dat soort dingen. Maar heel veel is gewoon hoe het systeem is ingeregeld. Hoe die hersenmodules op elkaar inwerken en dat produceert een bepaald resultaat. En wij denken allemaal dat het door ons gedrag komt of door onze geschiedenis of de toestand in de wereld. Of weet ik veel. Nee, een heel groot deel ervan is gewoon pre-wired en sommige dingen zelfs hardwired. Daar doe je dus niks aan. Het kan wel veranderen. Ja, maar binnen een marge. Ja. Nooit enorm. Dat is de fun bit. Dat kan toch wel net van de min 10 dat je net boven de 0 komt. Ja, min 10 bestaat niet. Het is van 0 tot 10, hè, even in deze metafoor. Dus er kunnen, ja natuurlijk, maar er kunnen wel eens wat dingetjes bij elkaar komen. Die het wat, maar op een gegeven moment lijnt het zich weer uit naar een bepaalde setting. Ja. Dat is okay. Wat ze zeggen. Ik ben zo'n onderzoeker niet, dus ik lees wat ze onderzocht hebben.
En het makes sense. Ik ben altijd gewoon lichtelijk chagrijnig. Ja, maar ik heb het idee, dus door dat jij zegt van, nou, dan moet je nu maar eens even goed gaan zitten voelen. Dat heb ik als huiswerk gemaakt. En ik had ook het idee van, alles wat ik in mijn leven weggestopt heb, dat moet ik nu gaan voelen. En ik heb het idee dat dat hele min 12 naar boven 0, dat dat komt omdat alles gevoeld is en weg is. Dus dat er ruimte komt. Dus dan kun je wel degelijk iets meer ruimte, meer op de schaal klimmen. Ja, daar lijkt het op. In jouw geval. In mijn idee, ja. Wat nog niet een enorme indruk maakt op de statistieken waar die lui het over hebben. Nou, ik heb dat ook zo ervaren. Dus, maybe. Nou, ik heb ook geen reet aan die statistieken. Ja. Nee. Voilà, nee, daar heb je totaal gelijk in. Dat is ook zo. Ik was ook nog gediagnoseerd ADHD. Ik heb het gevoel dat dat enigszins verdwenen is. En dat ik wel echt... Ik wil niet zeggen dat ik een min 12 was, want dat wil ik mezelf maar even niet aan doen. Maar weet je, dat is echt substantieel shift geweest. Dus, nee, goed. Ja, ik ook. Alleen als ik daarnaar kijk, dan heb ik zoiets van... Toen ik nog aan de edele sport van depressie deed, was ik er eigenlijk redelijk content mee. Het was wel de hel, maar op een gegeven moment raak je daar ook thuis. Weet je wel. En ja, nu is er geen hel. En ja, daar ben ik ook redelijk content mee. Maar ik zal nooit razend enthousiast worden. Ik ben redelijk content. Ja. En dat is dus als het slecht gaat en als het goed gaat, zeg maar. En dan gaat het er dus om daar geen oordeel op te hebben, maar om gewoon te zien voor wat het yes. is. Yes, exactly. Yes. Ik zeg wel, als je nergens iets van vindt, dan is alles zoals het is. Voilà. En dan... Dus dat is ook het ding, hè? Van je hebt de situatie die er is en je hebt wat ik ervan vind. En wat ik erbij slijp. Maar dat is iets anders. Strikt genomen is een situatie waardevrij. Dus wat ik ervan vind zijn de waarden die ik eraan koppel. Nou, daar kunnen adequatere waarden bij zitten en minder adequaat. Maar het is altijd goed om te realiseren van dat het ding aan zich iets anders is dan wat ik ervan vind. Of van maak. Ja, dat is wel interessant. Ja. It's always the case. Is het ding zo erg of wat ik ervan maak? Nou, vandaar dat ik dus vaak vraag van wat heb je allemaal nodig om hieraan te leiden? Wat voor ideeën, wat voor aannames over hoe ik zou moeten zijn of over hoe het leven zou moeten zijn of wat wel en niet mag, wat goed en kwaad is. What the fuck do I know? Wat plak ik er allemaal op eigenlijk? En hoe ziet het eruit als ik dat er eens afhaal? Ja, dan inderdaad, dan is het wat het is. En? Ik merk dat ik veel spontaner bijvoorbeeld word. Oh jee. Ja, inderdaad, dan moet bij je vrienden en die dichtst bij je staan, die zien meteen dat er iets mis is. Wat krijgen we nou? Onze vriend wordt vrijer. Shit. En dan krijg ik daar weer dingen mee en ben de kortste keer er bijna weer uit. Want ik wil wel pleasen natuurlijk. Hè. Mm. Tenminste, ik hou het gewoon echt mezelf in, dat hou ik niet echt lang vol, laat ik het zo zeggen. Kom, ja, behalve als ik alleen ben natuurlijk, dat is eigenlijk prima. Maar het is wel heel raar om te merken dat bij anderen dus, zijn er filmpjes die daar reageren ze echt op. Van, we krijgen we nu of zo. Gewoon doorgaan ze, als het echte vrienden zijn, wennen ze. Ja, dat is ook. Maar dan zijn er wel gewoon weg dan. Nee. Als je mensen de hele tijd moet pleasen om ze bij je in de buurt te houden, dat is toch vreselijk. Maar het is ook vreselijk te zien dat ik dat altijd deed. Ja. Dat is een beetje jammer, ja. Een spontaan pleasen is heel moeilijk. Nee, dat is niet.
dan gaat het automatisch. Dus, right. Dus niet dat ze het in kijken bij of zo. Nee. Nee, maar dat vind ik ook, want hoe erg is het dan als mensen verdwijnen uit je leven? Ja, bij mij persoonlijk vind ik dat niet echt leuk. Nee, maar goed, daar kunnen we dus ook naar kijken van wat hang ik op aan deze of gene persoon? Van waar is die een vertegenwoordiger van? Of wat vult dat aan of op? We hebben ze onbewust een functie toebedeeld, hè? En dus ook onbewust macht gegeven over ons. Dus het angst dan? Ja. En dat is heel gek, want we geven eerst die macht en dan gaan we er bang voor zijn. Dat is met meer dingen die je begrijpt, snap je, begrijpt, want ik hoor helemaal niet meer hoe dat kan. Het leuke is, daartegenover, als die spontaniteit wat meer komt, heb je ook kans dat je nieuwe contacten krijgt die veel leuker zijn. Namelijk van mensen die spontaniteit geestig vinden. Er zijn nog niet zoveel. Ze bestaan. Ja. En die gaan we meer zien naarmate we zelf spontaner worden. Want als ik dat nog maar amper durf, en ik zit dus voor het grootste deel van de tijd in de please-modus, dan zie ik die lui helemaal niet. Je moet het zijn om het te herkennen. En om ermee te kunnen dealen. Nou, als ik een beetje zo angstvallig ben, dan kijk ik uit voor spontane, authentieke types. Want die hebben meestal een bepaalde aanwezigheid, which I find scary. Maar als ik zelf zo ben, vind ik dat helemaal niet meer scary. Dan vind ik dat geestig. Want die zeggen af en toe nog eens iets wat je niet verwacht. Ja, maar je hebt een soort behoudje. Of zo, kun je niet weten wat dat is. Of dat we te bang zijn dat iemand op onze tentjes gaat staan. Nou, een authentiek type zal dat af en toe doen, want die zegt, hou die tenen bij. Waarom liggen die overal? Maar ik merk wel dat die dus bij anderen heel veel tentjes uitstaan. Ah, ja, natuurlijk. Dus gewoon doortrappen. Een heleboel mensen denken ook dat sociale conventies waarheden zijn. Zeker. Daar loop ik toch wel regelmatig tegenaan. Ik denk, hoe kom je erbij? Ik heb me weer even gaan. Niet heel sociaal voor je. Sorry. Niet heel sociaal voor je. Ja, maar ja, het is ook onzin. I never knew I had a friend. Felt like dying. Never felt I had the strength. Never knew the night could end. Some
Alright. Dank je wel. Ga je goed? Ja.